Ja, beste kijkers, je kunt dat herinneren. Een tijdje geleden heb ik een item gemaakt over paspoppen op de straat, voor de winkel. En dat mocht niet volgens de gemeente Maastricht. Heb ik met Gabrielle een item gemaakt over. En wat bleek nu? Het mag weer. Gabrielle, goedemiddag. Ja, goedemiddag. We hebben gewonnen. Ja, je staat naast een paspop. Ja, ik sta er weer naast. Ja, het blijkt dus toch te mogen. Dus ik heb toen een boete gekregen van €260. Die heb ik uiteindelijk ook gewoon betaald. Omdat ik ook raadslid ben. Ik kan daar als raadslid natuurlijk niks mee doen. Maar ik had op een gegeven moment ook zoiets van betaal maar gewoon. Wij dachten, dan heb ik het over ikzelf en een winkel hier om de hoek. Wij dachten altijd dat het gewoon mocht. Daarom hadden we deze constructie ook bedacht. Maar goed, ineens mocht het dus niet. En toen zijn meerdere winkeliers beboet, ook voor bankjes en andere dingen. En toen zijn een aantal binnenstadondernemers, Harry van de dierenbenodigdhedenzaak in de Nieuwstraat, die zijn eigenlijk met een groepje ondernemers gaan kijken, kunnen we niet dat beleid versoepelen? Die hebben ook met centrummanagement en zo gesproken. En toen zijn ze dus ook met de gemeente gaan praten. En het wordt dus nu ook versoepeld. Er komt een folder dat bankjes in bepaalde straten mogen. Maar dit bleek dus gewoon altijd al te mogen. Want ze zeiden dus, we hebben alleen de afmetingen erbij staan. Dus het mag niet hoger dan 1,50 meter. Dus ik moet deze wel iets lager gaan maken. Als je binnen die afmetingen blijft, ga je zelf over de invulling. Dus het mocht altijd al. Dus wat wij al die jaren ook dachten, klopt. Ja. Maar die boete wat je hebt betaald, die kan je dan toch terugvragen, of niet? Nou, dat denk ik niet, want je hebt dan natuurlijk een bezwaarmogelijkheid. Daar heb ik ook gewoon geen gebruik van gemaakt. Dus dat denk ik niet. En ja, weet je, ik heb nu ook zoiets van het mag. Ik was het ook eigenlijk alweer helemaal enigszins vergeten. Ik had me erbij neergelegd. Ja, en nu kreeg ik dan toch te horen dat het weer mocht. Dus een soort van karma. Dus ik ben er wel blij mee. Ja, ik denk ook meerdere ondernemers hier in de stad. Want wij hadden dat geplaatst. Er kwamen heel veel reacties dat er ook bijvoorbeeld 100 fietsen door de stad links en rechts overal zwerfden. Ja, nou, ik heb dus toen ik pas die boete had gekregen en hem binnen moest zetten, stond hier dus ook nog een weesfiets heel lang voor de deur. Dus ik heb hem nog 1 of 2 dagen daar ludiek ingezet. En toen kwamen ze dus ook echt de hele tijd gericht controleren. En toen kreeg ik daar ook een opmerking over. En toen zei ik van de fietsen dan. Het was meer ook om een statement te maken. En toen was het van maar goed, daar wordt nu ook wel heel streng op gehandhaafd, moet ik zeggen. Maar ons punt was meer, jarenlang is gezegd dat dit mocht. En opeens mag het dan niet meer. Weet je, ik hou me aan de regels, sowieso als ondernemer en zeker ook als raadslid, omdat ik een voorbeeldfunctie heb. Maar ik dacht dus ook binnen de regels te vallen. En dat blijkt dus nu gelukkig gewoon bevestigd. En andere ondernemers met een bankje, et cetera, dat wordt dus nu versoepeld. Dus dat zal in bepaalde straten ook mogen. Dus al met al is dit goed nieuws. Ja, ik ben 1,72 meter. Ja. Ik zou hier de hele dag blijven staan, hier van 9 tot 5, 6. Ja. Dat mag dan niet. Nee, dat is wel verboden inderdaad. Een levende paspop. Ja, daar heb ik ook nog even over nagedacht. Om een soort ludieke actie dat ik een kunstenaar in die paspop die dan opeens zo eruit kwam. Maar goed, ik was er op een gegeven moment ook wel klaar mee. Want het heeft me wel, zeg ik, los van dat geld, heeft het me ook veel ergernis gekost. Want voor mij is het gewoon een aantrekkingspunt. Hè? Ik word hier soms helemaal gebivakkeerd met fietsen. Ik zit tussen 2 cafés, hè, dat weet ik ook. Dus je wordt helemaal dichtgebouwd. Dus voor mij is het echt gewoon heel belangrijk dat ik een beetje aantrekkelijk blijf als mensen hier lopen. Dus sommige mensen dachten van waar gaat het over? Dat dacht ik zelf ook. Maar voor ons als winkeliers is het echt wel belangrijk. En zie je het ook aan de omzet. Dus ik ben er heel blij mee. Ja, super. Ja, aantrekkelijk ben je sowieso. Ja, dank je. Je wist dat ik dat ging zeggen natuurlijk. Ja, loop nog niet weg. Wil je nog iets tegen de kijkers zeggen? Goed nieuws dus voor alle ondernemers. Dus jullie zien hem gewoon weer staan als jullie door de eigen straat lopen. Oh, ik weet wat los is in mijn straat.